Coaching anno 2017 is denk ik echt sturing geven aan de jongens. Ze kunnen al waarschijnlijk wel al heel veel en dat moet je eruit zien te krijgen en daar moet je op sturen. Dingen die ze al kennen mooi laten gaan en wat moeilijk is, daar bijsturen en bijschaven. Herman is een goed begeleider. Af en toe een grapje tussendoor, neemt de tijd om wat uit te leggen aan iemand. En het is een plezierige begeleider om als leraar te hebben, zeg maar. Ja, kennisoverdracht, dat is leuk. Vertellen wat jij weet en foefjes kunnen vertellen aan de jongens. Sommige dingen die voor hun heel erg moeilijk lijken, kunnen voor mij heel makkelijk lijken. En als je dat dan overbrengt, is die voor de jongen natuurlijk ook weer veel makkelijker. Ja, we krijgen dus ook les in dialect. Dat is mooi, hier is je streektaal. En dan kun je het begrijpen soms beter. Dan dat je het in het Nederlands zegt, van je moeilijke woorden tussen zitten. En, hij weet het dan anders te brengen, zeg maar. Ik vind dat wanneer ik iets in dialect uitleg, het beter overkomt bij de meeste jongens. En het pakt goed uit, want alle jongens die... ik kan bijna meer dan een uur lesgeven zonder dat ze in slaap vallen. En dat is wel goed. Wat ik trots ben, meer de zwakkere leerling die de moeite mee heeft. En wanneer die na 2 jaar de opleiding verlaat en toch met een diploma en een goed monteur is, dan word ik echt wel trots van, ja.